Een hele goede middag. Morgen nog eigenlijk hier in deze plaats waar we nu rijden. Welkom bij Mr. Drive Drives, de Legacy Series. En vandaag de map Essen fictief. Gemaakt door ene meneer Lucky Cot. En deze meneer Lucky Cot heeft een leuke map gemaakt. Ik heb er heel veel op doorgebracht, heel veel tijd op doorgebracht eigenlijk. En, ja, het was het gaat eigenlijk niet om echte Essen. Er schijnen wel kenmerken in te zitten, maar ik ken Essen niet zo goed, dus ik weet dat niet. Het is een fictieve map, ja, een soort provinciestad eigenlijk. En vandaag rijden we lijn 170 van de Germaniaplatz naar de Elec-Unie. Eerst maar eens kijken of alles klopt. Ja, kijk, ze staan er ook al. Ja, je moet even wennen aan Omsi 1 dat ze niet op voorhand opstaan. Dat is heel leuk. Ik rijd de map in de MAN NLN 202 van DTF. Altijd een mooie bus gevonden in een hele leuke repaint. De World of Omsi repaint, jawel. Met name van World of Omsi leden. Ik heb geen idee wie hem gemaakt heeft toen de tijd. Er staan ook wat oud-leden op, die we niet meer zien. En een stafteam zat achterop. Dus ja, eigenlijk beter als dit kan het niet qua Lex. Goed, laten we maar eens gaan, we zijn aan de late kant. Ja, deze bus is natuurlijk eigenlijk sinds Marcel en Amtsgericht. Dank u wel. Sinds Marcel en Rudeker ook een MAN NL202 hebben geleverd, is deze bus natuurlijk eigenlijk een beetje uit het zicht geraakt. Ik heb de pijlen niet aanstaan, ik hoop dat ik de weg nog weet. Ja, de map bestaat eigenlijk compleet uit default materiaal. Dus heel spandouw zit er gewoon in. Met een kleine uitzondering zoals deze leidplank hier zo en zo.
wat er van de maker van de map geworden is, Lucky Cut, dat weten we niet. Volgens mij is hij niet echt actief meer. Hij heeft in ieder geval deze map niet doorgezet naar Omsi 2. Ik weet niet of hij te spelen is in Omsi 2, want ja, het zou eigenlijk wel moeten, want het bestaat uit voornamelijk, zoals ik al zei, default stuff. Dus hij zou te exporteren moeten zijn, of te importeren. Donnerstraße. Ja, dit rietje is ongeveer een half uur lang. Ik wilde meer gaan rijden in de Neoplan, maar in de Neoplan krijg ik de omroepen niet aan de gang. Dus daar heb ik er maar van afgezien. En maar deze MAN van DTF genomen. Het is zo wennen dat die mensen blijven staan, als je Omsi 2 gewend bent. Goedendag. Hallo. Ja, deze map is trouwens het voorbeeld van Vloerstraße. Dankjewel. Van hoe je een map verkeerd bouwt. De mapmaker heeft geprobeerd qua taal zo compact mogelijk te houden. En daardoor zijn eigenlijk alle eindpunten en beginpunten redelijk dicht bij elkaar. Die liggen in een soort cirkel. Zo is de map opgezet. En nou ja, het beperken van het aantal taals, dat zou dan laadtijd moeten besparen. En dat klopt toch wel. Alleen het nadeel ervan is, je hebt constant alles binnen handbereik, dus alles wordt ook steeds geladen. En dat maakt deze map dus, nou ja, hij doet het goed nu, zie ik. Maar dat maakt hem dat voor wat mindere PC's, met wat minder geheugen, je hebt eigenlijk wel de 4 gig patch nodig om het goed te kunnen draaien. Was in de cijfers? Geen idee wat ik deed, maar oké. Rij heel voorzichtig. Ja, ik wist niet dat ik de World of Omsi bus op deze map had geprogrammeerd. Hallo! Dat is zo'n beetje irritant. Trouwens. Ja.
Eeuw is dan. Georg Melches Stadion. Ja, meneer Lukkot was niet zo weg van lange rechte stukken. Morgen. Morgen. Hallo. 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 Raffelberger Straße. Ja, veel dit prachtige Semitische knoopboekkruis moet. Oké, hier moet ik heel even spieten. Thank you.
Allee. Sorry, weer even kijken. Ik denk dat ik ze hem even aanlaat voor de zekerheid. Ja. Kronprinzenstraße. Ja, op zich is het een hele mooie afgewerkte map. Ziet er keurig uit. Niet overdreven veel neergezet, maar... Hallo. Hallo.
Moltke Straße. Guten Tag. Hallo. Ich habe mal auf die Uhr geschaut, Sie sind viel zu spät gekommen. Hindenburgstraße. Girlfriend. Ja, deze lijn slingert zich heel leuk door de stad heen. Ik ben een hoop tijd kwijt met stoplichten. Auf die Uhr geschaut, es ist viel zu spät. Guten Morgen. Hallo. Mal einmal guten Morgen. Einmal, nein. Nicht einmal. Niemals. Schäderhofstraße.
kenne es. Heeft de halve wereld. Ja, sommige punten geef je een behoorlijk déjà vu gevoel. En ik van, daar ben ik hier niet al geweest vandaag. Deze map is gemaakt in tijden dat er nog niet zo heel veel beschikbaar was. Elisabeth Krankenhaus. Böcklerstraße.
Technikzentrum ETEC. Dieser Bus endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Kort ritje, ik vond het leuk om hier weer eens ook hier weer eens gereden te hebben. Ik ga voorlopig even door met deze gezellige lekkere serie. Als je zegt van nou ja, laat mij nog eens een keer een bepaalde map zien, schrijf het onder de video. Ik zou in ieder geval zeggen, willen zeggen. Tot ziens. Ciao. Nou, we zijn nog niet helemaal klaar. Zo te zien. Oh, wat dan daar dan? Maar je krijgt nog een paar meter erbij. Wat wil je nog meer? Kijk. Nu zijn we er. We zijn flink te laat. Dan wel kunnen, vind ik. Nogmaals bedankt. Ik zou nog een keer een rondje met je om de bus heen lopen. Dat is toch wel een specifiek ding dit. Kijken of je de naam herkent. Dat zou 1980 de maker van Bode en Mr. Moose, de maker van Skuntorp en Hertfordshire. Fellow Slots, ook een naam. Actief Omsi-baasje. Jeffrey Lowe zien we nooit meer. Chris Rose heeft ook wat gedaan. De staf inmiddels behoorlijk veranderd. Oh, dankjewel. Oh, Guess. Oh, nooit meer gezien. Flintliner. Wel, Steve Frost. Wel, nog steeds X-Den Flyer. Die is, heeft ons verlaten. Josh J. Die kennen we eigenlijk ook niet meer volgens mij. Nou ja, dit was dus de World of Omsi-bus in de Legacy Map Essen. Fictief. Ik zou zeggen, dank voor het kijken en tot een volgende keer.